Het is 6:30, dageraad. Precies op dit tijdstip, op 6 juni 1944, barstte hier de totale hel los. De wereld zal zich deze dag herinneren als D-Day. De hoop van heel bezet West-Europa. De dag die absoluut niet mocht mislukken. Alle veteranen die ik gesproken heb, hebben de oorlog nog altijd vlak onder hun huid. Ik ben amper 2 maanden na D-Day geboren en met de oorlog opgevoed. Alles was in relatie tot de oorlog. Op de een of andere manier heeft die 6 juni 1944 me altijd bezig gehouden. De dood in de ogen kijken. Dat moet het precies zijn geweest op de invasiestranden. Hoe die jongens dat aandurfden, wil ik weten. Hoe zeker ze waren dat ze Europa gingen bevrijden. Of ze zouden overleven. Ik spreek met de weinige nog levende ooggetuigen. En bezoek de plekken waar ze vochten. Met brani, vol adrenaline. Soms ook jankend van angst. Ik treed in de voetsporen van D-Day.